Goedenavond, het is zaterdag 31 oktober en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vlissingen staat vandaag stil bij de bevrijding in 1944 van de stad. Maar dat gebeurt niet met een grote openbare herdenking met veel mensen erbij en muziek en dat soort zaken. Maar dat gebeurt in stilte, in alle soberheid. Ja, het liefst herdenken we de bevrijding van Vlissingen en de slachtoffers die daarbij vielen natuurlijk met heel veel mensen daarbij. Ja, dit jaar vanwege alle coronaregels gaat dat niet. In deze periode waarin we leven, het coronatijdperk zeg maar, wordt die vrijheid natuurlijk wel aan alle kanten ingeperkt. Voelt dat dubbel op zo'n dag als vandaag? Nou ja, ik denk dat wij misschien een heel klein beetje weer voelen wat het is als je vrijheid ontnomen wordt. Dat je dingen niet kunt doen zoals je ze eigenlijk met elkaar graag wilt. Oud-marinemensen en leden van de werkgroep Koopvaardijherdenking hebben ook een krans gelegd bij het Koopvaardijmonument. Dit moeten we blijven herdenken. En ondanks dat natuurlijk de tijden ook een beetje raar aan het worden zijn, moeten we toch dit blijven herdenken. Want vrijheid is een groot goed. Dat hebben we niet zomaar gratis gekregen. Dat hebben we moeten verdienen. De afgelopen 24 uur zijn er 127 coronabesmettingen bijgekomen in Zeeland. Dat blijkt uit de dagelijkse rapportage van het RIVM. Er is één sterfgeval geregistreerd, een inwoner uit de gemeente Rijmerswaal. Schouwen-Duiveland telde met 22 de meeste besmettingen. Daarna volgt Middelburg met 20. Deze week ligt het aantal besmettingen elke dag boven de 100. Ziekenhuisopnames werden vandaag niet gemeld in Zeeland. Eén keer per jaar mogen de vrijwilligers van het Industrieel Museum in Sassvergent los op deze oude motoren. Om te kijken of alles nog werkt, laten ze de motoren draaien. Bezoekers konden van de ronkende motoren meegenieten. Al verloopt een museumbezoekje in coronatijd toch net wat anders dan normaal. Looproutes en handen desinfecteren. Een reserveringssysteem wat we speciaal daarvoor in het leven hebben moeten roepen. Een belangrijk voordeel wat wij zien aan ons museum, dat het allemaal heel ruim is opgezet. Zodat het eigenlijk heel makkelijk is voor mensen om afstand te houden. Dus dat mensen zich daar absoluut geen zorgen over hoeven te maken. De motoren werken nog goed. Er is wel wat onderhoud nodig, dus de komende tijd zijn de vrijwilligers nog wel even zoet. De hoofdredacteur van de PZC vertrekt. Arie Leen Kroon was 40 jaar in dienst van de krant, waarvan de laatste jaren als hoofdredacteur. Kroon is 66 en gaat met pensioen. Het is een hele mooie tijd om te vertrekken, omdat de journalistiek heel belangrijk is. Het is ook een gekke tijd om te vertrekken, omdat het een beetje tegen je gevoel ingaat. Er is nu veel nieuws en dan zeg ik van nou, PZC, ga maar lekker door. Als u nou terugkijkt op het Zeeuwse nieuws van de afgelopen 40 jaar, welke Zeeuwse verhalen blijven u dan echt bij? Ik herinner me een serie verhalen over Arduin. Het begon met slecht nieuws over het vervoer van cliënten van Arduin. En het eindigde bij een bestuurscrisis. De directeur stapt op. Ik herinner me problemen bij de veiligheidsregio. Echt een grote zaak waar ook koppen rolden uiteindelijk. Welk verhaal heeft u de afgelopen jaar het meest aangegrepen? We vonden een jonge pedo in Goes en die wilde wel vertellen wat het met zijn leven deed. Als mensen je zo vertrouwen dat je zo'n moeilijk verhaal aan een verslaggever van de PZC wil vertellen, veel emotie erin ook, dat scoort wel hoor, bij mij tenminste. Ja. Het is Nancy van der Ven niet gelukt om wereldkampioen motocross te worden. De Vlissingse eindigde in puntentotaal gelijk met Courtney Duncan uit Nieuw-Zeeland. Maar omdat Duncan dit seizoen meer zegens behaalde in de Grand Prix, eindigt ze voor Van der Ven in het eindklassement. De race van vandaag in het Italiaanse Trentino bestond uit twee manches en in de eerste manche ging het mis voor Van der Ven, waar ze als vijfde eindigde. Duncan werd vorig jaar ook al wereldkampioen en ook toen moest Van der Ven genoegen nemen met de tweede plek. Dit zijn smart goals. Lichtgevende pionnen om voetbaltrainingen leuker te maken. Daarom gebruiken ze dit systeem bij Oosburg. Je moet creatief zijn en zolang de jongens het nog leuk blijven vinden en zolang je niet in herhaling valt en probeert nieuwe dingen uit te vinden, dan denk ik wel dat het wel leuk blijft. Want het zijn geen gemakkelijke tijden als je amateurvoetballer bent. Door de gedeeltelijke lockdown zijn de trainingsmogelijkheden beperkt en dan is het leuk als jouw trainer met iets anders komt.
Het is even wennen, maar als het werkt is het wel heel leuk. Want je kan er verschillende dingen mee doen. En het is wel anders, hè, want het is met lichtjes en je kan elkaar goed uitlachen als iemand eens goed mis zit. De lichtjes gaan snel aan en uit en daardoor moet je goed op blijven letten. Nou, ik heb een hele slimme groep, laten we wel zeggen. Ja, jongens die best goed opgeleid zijn, dus die zijn er best wel mee en alles. En ja, nee, die jongens vonden het leuk. Ja, het is toch een andere manier van voetballen. Want normaal, als je bijvoorbeeld een vorm doet met een partijtje en je gebruikt 4 goaltjes en je mag er maar 2 scoren, wordt het vooraf aangegeven. En nu is het met lichtjes. Dus als jij denkt, ik kan in de blauwe scoren, je loopt er naartoe en in één keer drukt iemand op de knop en verandert het licht naar de andere kant. Ja, dan kan je weer iets anders gaan doen. We begonnen in de ochtenduren met veel bewolking die ook langdurig bleef overheersen. Maar aan het einde van de ochtend kwamen er toch opklaringen vanuit Frankrijk en het bleef in de middag vrij zonnig. Bij de Sloedamp was het om 1 uur ook eerst nog bewolkt, maar de bewolking begon daar tijdens de herdenking te breken. Vanavond hebben we in instantie nog te maken met wat regen, maar vannacht wordt het droog bij minima rond 11 graden bij een matige zuidenwind. Morgen verloopt guur met veel bewolking en regen en ook af en toe buien in de loop van de dag. De maximumtemperaturen liggen rond 16 graden bij een krachtige zuidwestelijke wind. Ook maandag en dinsdag hebben we nog te maken met enkele buien. Tussendoor schijnt de zon af en toe en het wordt maandag nog 16 of 17 graden. Met dan wel misschien een stormachtige zuidwestelijke wind maandag. Daarna wordt het 11 of 12 graden en geleidelijk droog. En tot zover. Straks ben ik uiteraard nog bij u terug met het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week in Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.